In deze video ga ik uitleg geven over het oplossen van een lineair programmeringsprobleem. In een fabriek worden de producten A en B gemaakt en bij de fabrikage zijn 3 machines nodig. Per week zijn machine 1, 2 en 3 respectievelijk 60, 50 en 90 uur beschikbaar. Nou, dat wil zeggen machine 1 is 60, machine 2 is 50 en machine 3 is 90 uur beschikbaar. Nou, voor product A geldt de machinetijd van 1, 2 en 3 is respectievelijk 6, 6 en 3 minuten. Ja, dus ze moeten allemaal dat hele productieproces doorlopen en voor product A duurt dat 6, 6 en 3 minuten. Voor product B duurt dat 6, 4 en 12 minuten. Ja, dus bij machine 2 kost dat minder tijd, maar bij machine 3 aanzienlijk meer tijd. De winst van exemplaar A is 5 euro en bij exemplaar B levert dat 3 euro op. En de vraag is nu, bereken het aantal exemplaren per week voor maximale winst en bereken de maximale winst. Nou, allereerst zou ik dit voor jezelf gaan structureren. De gegevens die ik hierboven heb opgeschreven kunnen we ook in deze tabel noteren. Nou, de tijd die beschikbaar is, die kan ik helemaal in de rechterkolom plaatsen. Dat was 60, 50 en 90 uur. En bij product A en product B stond gegeven hoeveel minuten de machine 1, 2 en 3 daarvoor nodig hadden. De winst per exemplaar kan je er ook aan toevoegen. En ja, dit maakt de opgave iets makkelijker qua structureren van de beperkende voorwaarden. Nou, de variabelen die definieer ik als volgt. X, dat is het aantal van soort A dat je per week produceert. En Y, dat is het aantal dat je van soort B per week produceert. De doelfunctie is het volgende. Dat is eigenlijk de winstfunctie hier. Het aantal van soort A moet ik keer 5 doen, want per stuk maak ik 5 euro winst. En voor B moet ik dat keer 3 doen. Dus Y moet je keer 3 doen. En de volgende beperkende voorwaarden heb ik. Uit de context volgt weer dat X en Y allebei groter of gelijk moeten zijn aan 0. En voor machine 1 geldt 6 keer X plus 6 keer Y. Dat moet kleiner of gelijk zijn aan 3600. 60 uur. Dat is hetzelfde als 60 keer 60, oftewel 3600 minuten. En het aantal minuten dat je voor product A hebt, dat je voor product A nodig hebt bij machine 1 is 6 minuten en voor product B kost je dat ook 6 minuten. En je hebt maar 3600 minuten beschikbaar, dus hier moet het wel aan voldoen. En voor machine 2 krijg je natuurlijk 6x plus 4y is kleiner of gelijk aan 3000, 50 keer 60, dat is 3000 minuten. En zo krijg je ook de laatste. Nou, die kun je allemaal vereenvoudigen. Bij de bovenste vergelijking kan ik alles door 6 delen, bij de middelste alles door 2 delen en bij de laatste alles door 3 delen. Dat maakt het rekentechnisch dadelijk wat makkelijker. Nou, dus dit moet ik gaan doen. Ik moet met deze beperkende voorwaarden moet ik deze winstfunctie gaan maximaliseren. Nou, de eerste voorwaarde geldt. Ik moet dus rechts van x is 0 en boven y is 0 moet ik zitten. Want x moet groter of gelijk zijn dan 0, y moet groter of gelijk zijn dan 0. Maar de tweede geldt. Je moet de lijn tekenen x plus y is 600. Nou, die gaat door deze twee punten. Nou, en als ik die teken, dan kan ik dadelijk weer iets gaan zeggen over moet ik erboven of eronder zetten. Maar ik ga dus eerst alle drie de lijnen tekenen zoals we dat nu al een aantal keren gezien hebben. Nou, nu kan ik het toegestaande gebied tekenen wat erbij hoort. Je kunt voor jezelf nagaan, telkens als ik het punt 0,0 invul, dan gaat gelden bij vergelijking 2, 0 plus 0, kleiner of gelijk aan 600, dat klopt. 3 keer 0 plus 2 keer 0, ja, dat is ook 0, ja, dat is kleiner of gelijk aan 1500, maar ook kleiner of gelijk aan 1800. Dus je moet alle gebieden hebben die onder die lijnen liggen en die ook rechts van de lijn x is 0 zitten en boven de lijn y is 0. Nou, dus dit is het toegestaande gebied. Vervolgens hebben we gezien dat je met behulp van ISO-winstlijnen kunt gaan achterhalen waar het optimum zit. Nou, bijvoorbeeld teken de ISO-winstlijn door 200,0. Nou, dan doe je 5 keer 200 plus 3 keer 0, dat is 1000. Dus dan krijg je de lijn 5x plus 3y is 1000. Nou, die gaat ook nog door het punt 0,333 1 derde. En dan kan ik hem tekenen. Dus dit is eigenlijk de winstfunctie, W is 1000. Die moet ik evenwijdig gaan verplaatsen. En als ik dat doe, dan kom ik bij het meest rechterpunt uit. En ja, dat is hier een mooi roosterpunt. En dat betekent dat het
optimum zit bij de waarde x, y is 500,0. Dus wat is de maximale winst? 5 keer 500 plus 3 keer 0. En dan kom je uit op 2500 euro. Dus het maximum zit bij 500 exemplaren A en 0 exemplaren B. Ja, dat verschil wordt natuurlijk ook al voor een gedeelte verklaard, doordat je bij exemplaar A 5 euro per stuk winst maakt en bij exemplaar B 0 euro winst maakt. Daarnaast gold ook nog bij exemplaar B dat de productietijd voor machine 3 12 minuten was. Ja, dat sprong er ook wel uit. Dus ja, dit kan gewoon eruit komen in de praktijk. Ja, maar met dit soort beperkende voorwaarden en netjes een grafiek erbij tekenen, ja, dan weet je in ieder geval zeker dat je de optimale waarde te pakken hebt. Hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.